Ik heb weer een klein stapel, ja, klein, redelijke stapel met boeken die ik bij de mini-biebs heb weggehaald. Dit is eigenlijk voornamelijk in de zomer geweest. Als eerste een flutromannetje, Zoet verraad van Marie-Louise Hall. Ja, dit soort boekjes zijn af en toe erg leuk. Dan een boekje met een aantal, wat is het, korte verhalen. Inpakken en wegwezen van verschillende schrijvers. Waaronder Midas Dekkers, Yvonne Kronenburg. Ik kan andere namen opnoemen, die zeggen mij allemaal niks. Maar in ieder geval, er staan genoeg namen op. Dan Pinkeltje in Madurodam. Door Dick Laan, ja. Vond me geinig. Dit soort boeken zijn altijd wel leuk. De Griezels van Roald Dahl. Ik heb deze eigenlijk nog nooit gelezen. En het is een, ja, een zwerfboek. Dan een boek met drie verhalen erin. Ja, volgens mij drie waar gebeurde verhalen. Ben hier wel heel benieuwd naar. Weer een zomersboek. Summer in the City, ook weer met zeven korte verhalen. Iris Boten, Marielle Bobekamp, Marijke van den Elsen, Jolanda Hazelhoff, Petra Kruid, Els Ruiters en Rianne Verwoerd. Duizend schitterende zonnen van Khaled Hosseini. Ik van Margaretha van Andel. En als laatste Door de Rit van Elise Broach.